John van der Brom, hoe zijn je internationals allemaal teruggekeerd? Goed, goed. Eh, met name jongens die, uh, die gespeeld hebben natuurlijk. Dat, dat is altijd uh, als je weg bent met het nationaal team. En je speelt, dat is mooi. Er zijn natuurlijk een aantal jongens uh, extra goed teruggekomen... ...want die hebben dan een officiële debuut gemaakt. Eh, Oussama natuurlijk voor Marokko in uh, Malawi, moet ik goed zeggen. Uh, Kelvin natuurlijk, zijn eerste wedstrijd voor Jong Oranje. Dus er zijn jongens die, uh, ja, die toch met een ander gevoel binnenstappen. Uh, zie je dat mijn, ook aan ze? Ja, in het begin zie je dat wel even. Aan de andere kant weet je ook dat het maar wedstrijden zijn. En uh, men ook weer heel snel overgaat tot de orde van de dag. En dat moet ook, want ja, we leven al op donderdag. We hebben maar twee dagen in de, in de voorbereiding op de wedstrijd naar, uh, naar zaterdag tegen Groningen. En ik ben blij dat ze, want dat vergeet ik, ze zijn allemaal fit teruggekomen. En dat is het, aller, het allerbelangrijkste. En dat weet je nooit op het moment dat die jongens weggaan. Je bent ze tien, elf dagen kwijt. Maar iedereen terug en uh, iedereen fit. Dus. Ja, zit je dan ook met je vingers uh, over elkaar en hopen uh, dat alles goed gaat? Of? Nee, want als je dat gaat doen, dan heb ik altijd het idee dat het juist gebeurt. Dus uh, wat je wel probeert is om die jongens, uh, en dat is natuurlijk makkelijk tegenwoordig, met alle tv-kanalen die er zijn, die we hebben, internet wat je op kan zoeken, om die jongens toch te volgen. En uh, ja, dat is leuk, dan heb je ook nog even wat uh, gesprekstof met ze om, uh, om daarover te hebben. Ja. Met de jongens die hier gebleven zijn, heb je onder meer een oefenwedstrijd gespeeld en twee weken best wel lang kunnen trainen. Heb je nog specifiek ergens de nadruk op gelegd in die week, omdat je denkt, nou, we hebben wat meer tijd? Nee, nou ja, In dat opzicht is het toch altijd wel lastig, omdat je met een relatief kleine groep uh, hebt kunnen werken. Uh, veel jongens die, uh, ja, wat we net al zeggen, die weg waren. Dus als je in je basisformatie, automatisme en dat soort dingen, dan denk ik wel dat je, of vind ik dat je eigenlijk je hele groep nodig hebt. En dat zeg ik, dat, uh, dat pak je vandaag weer op. Aan de andere kant moeten we ook niet heel uh, zwaar over, uh, over doen. Want ja, volgens mij weet iedereen uh, wat hij uh, moet doen, wat ze niet moeten doen. En, uh, en hoe ze elkaar daarin uh, moeten helpen, steunen en, uh, en scherp behouden. Dus dat, dat, dat zit wel goed bij ons. Ja. Het is uh, AZ Groningen zaterdag. Dan zeg je nou, dat is een duel tussen twee leuke clubs in Nederland. Het is ook van de toppen, de nummer 1 en 2 van 2019. Ja, als je het zo bekijkt wel, ja, ik denk dat uh, dat geldt voor ons, maar dat geldt zeker voor Groningen na de winter. Totaal aan de Groningen. Ze hebben natuurlijk wat, uh, wat jongens erbij gehaald. Uh, jongens gehuurd. Uh, waaronder ook natuurlijk Ilias van, uh, van onszelf. En ja, ze hebben de weg naar boven uh, gevonden. Eerlijk gezegd ook waar, waar ik vind dat, uh, dat Groningen thuis hoort. Dus in dat opzicht is het een, ja, een, een mooie wedstrijd om, uh, om voor ons ook de draad weer op te pakken naar het, ja, het succes wat we hebben gehaald tegen Ajax. En uh, ja, om dat een vervolg te geven. En dat is voor ons in de. In, de, in, het, in het doel, in de jacht op die derde plaats, uh, het allerbelangrijkste ja. morgen of uh, zaterdag. Je, je geeft al aan ze hebben heel veel nieuwe jongens gehaald, betekent dat ook dat je eigenlijk niet zoveel meer kan opmaken uit de eerdere wedstrijd in Groningen omdat er zoveel nieuwe spelers lopen? Nee, eens, dat klopt. Dus uh, dat heeft geen enkele zin, je probeert altijd nog de wedstrijden die je daar speelt uh, in je analyse iets van mee te nemen. Uh, iets van mee te nemen, wat, uh, wat wil de trainer, wat denkt de trainer. Maar volgens mij hebben ze vijf andere jongens gehaald. Dus, uh, dus een half elftal. Dus, en ze zijn daar succesvol mee. Dus die wedstrijd van toen kunnen we laten liggen. En we moeten het nu doen met de analyses die we hebben van de laatste weken. En dat is prima gelukt hoor. Raak. Ja. <laughs> um, twee dingetjes die mij opvielen tijdens de Interlandperiode. Het nieuws over Kelvin Stengs en zijn contractverlenging. Um, hoe blij moet de club daarmee zijn? Nou, niet alleen de club, ik denk ook Kelvin. Um, ik vind dat uh, een hele ja, wijze beslissing van Kelvin zelf en een goede beslissing van de club om, uh, om daarop in te springen. En, ja, het past ook bij, uh, bij AZ om, uh, ja, om op dat moment dat het gevraagd wordt uh, ja, de juiste keuze en beslissing te nemen. En ja, ik denk dat, uh, dat het voor beide, zowel voor AZ maar zeker ook voor Kelvin, een hele mooie en een goede stap is. In de verdere ontwikkeling van het individu als, als speler, in dit geval Kelvin. Maar zeker ook zijn bijdrage in het, in het team daarin. Dus we uh, kunnen nog, uh, nog lang van, uh, van Kelvin gaan genieten hier. Ja. Um, dan wat anders, ik zeg Maairambo, we af en toe wat langer mee trainen met de eerste, hoe is het met hem? Nou, je zegt het goed, die, die traint af en toe wat langer mee. Dat was natuurlijk deze week, uh, omdat we een wat kleinere groep hadden, is het wat makkelijker. Ook om wat, uh, wat meer invulling te geven richting, uh, richting de training voor Meiden. Um, richting een wedstrijd zal dat wat weer, weer wat minder zijn. Dus uh, vandaag zal hij weer wat meedoen, morgen denk ik weer wat, uh, wat individueel. En zo proberen we, en dat, dat is natuurlijk het belangrijkste, mij om weer uh, op, een, op een niveau te krijgen dat hij, uh, dat hij volledig kan aansluiten. En ik denk dat hij daar dichtbij zit. Um, de fitheid van de selectie hebben we besproken. Zijn er voor de rest nog jongens afgevallen afgelopen week toevallig dat ik gemist heb? Nee. nee. Dat is mooi. Um, dan gaat die laatste serie beginnen. De prijzen gaan verdeeld worden. De derde plek is voor jullie natuurlijk ook een soorten met zo'n prijs. Vind je dat een leuke fase als trainer? Ja, ze zeggen altijd, op het eind worden de prijzen verdeeld. En uh, jij zegt de laatste fase, het is nog, uh, het is het acht wedstrijden. Dus het is nog best een, een, een lange fase. Maar het is niet dat het nu begint, want we zijn al veel eerder begonnen met, uh, je zegt net terecht, uh, de, de, de nummers 1 en 2 van 2019. Dus dat, dat traject, dat proces is al wat langer in gang gezet. En, voor mij, voor ons als staf, is het altijd belangrijk om te zien: van, hey, hoe lang houden we het vol? En ja, we zitten er goed in, iedereen is fit, we hebben vertrouwen. Dus ja, ik ben, uh, ben weer nieuwsgierig naar Zaterdag. Ja, dit is natuurlijk wel een fase waarin de stress misschien wat toeneemt, de druk, ja. de spanning. Vind je dat, vind je dat de trainer is leuk? Moet je dan misschien meer het verschil ja, ja, ook, kan maken? Dat speelt geen rol. Niet voor mij, niet voor die spelers. Voor, uh, voor mij, voor ons is het gewoon weer een wedstrijd in, uh, in de jacht. Wat ik steeds zeg op die derde plaats. En, uh, na zaterdag zijn het er nog zeven. En wij moeten zorgen dat wij het gevoel, het, uh, ja, het succes wat we zeker dit jaar hebben, 2019, ja, zo lang mogelijk vast kunnen houden. En ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in, omdat, wat ik zeg, het elftal staat. Er is, uh, er is niemand geblesseerd, We hebben geen schorsingen. Dus ja, dat beter kun je niet wensen.